De toekomst hangt af van wat we vandaag doen, zei Mahatma Gandhi ooit. En wat voor hem de toekomst was, is voor ons nu het heden. En het gaat goed in het heden waarin we leven. We zien dat er grote stappen worden gemaakt op het gebied van globalisatie, technologie en wetenschap. En ook de economie, die zwengelt na vele jaren van malaise weer aan. Onze ogen zijn weer gericht op de toekomst. Maar toch lijkt het alsof we in de vlugheid van alle dag soms de toekomst van de aarde als geheel uit het oog verliezen. Dat klinkt gek, nietwaar, in een wereld die zo bezig is met vooruitgang. Maar de kern van dit probleem ligt ontwijking, want er zijn problemen die zo fundamenteel lijken en zo onveranderlijk lijken, dat mensen ze misschien liever vermijden. En laten we eerlijk zijn, het is leuker om je vrienden op een feest te kunnen vertellen dat je een bierkoeler op zonne-energie hebt ontwikkeld, dan dat je moet opbiechten dat je met iets bezig bent wat eigenlijk niet te veranderen lijkt, aardopwarming bijvoorbeeld. En met het tempo van de aardopwarming zou die bierkoeler immers best snel nodig kunnen zijn. Maar toch zijn er tal van mogelijkheden om de problemen die ons voortbestaan op de aarde bedreigen tegen te gaan. Wat vaak een knelpunt is, is de schaal waarop die problemen zich voordoen. Want stel je eens voor, je bent een klein team van wetenschappers. Hoe ben jij dan opgewassen tegen ontbossing als je realiseert dat er per seconde 1 voetbalveld aan bomen wordt weggekapt? En hoe ga jij de Goliaths van de CO2-uitstoot vertellen dat ze misschien toch zuiniger gaan moeten produceren? Maar we kunnen dit op te lossen. We kunnen dit oplossen, maar dat moeten we samen doen. Want als we met alle briljante wereldleiders en wetenschappers van deze eeuw de handen ineens staan, dan kunnen we de eerste stap zetten in een mooiere, schonere en veiligere toekomst. Want onze toekomst en die van onze kinderen, kleinkinderen en alle generaties die volgen, die hangt af van wat we vandaag doen.